kijken in eerste zin. Ja. Wat ik graag zou willen is in alle video's van Joris Luijendijk. Ieder programma waar hij in heeft opgetreden, ieder interview, ieder gesprek, ieder programma dat hij gemaakt heeft van Joris Luijendijk, in een rijtje wil ik zien. Ik wil een overzicht van alle momenten van De Wereld Draait Door, waar er een relletje was, waar mensen opeens heel erg veel gingen twitteren, wil ik een overzicht van hebben van het afgelopen jaar, de 10 meest interessante momenten. Ik wil een overzicht zien van de meest besproken onderwerpen op tv van het afgelopen jaar. Alleen maar momenten waarin er echt een crisis was, waar er iets ergs gebeurde. Misschien wil ik wel het hele overzicht van alles wat er ooit gezegd is over het Israël-Palestina conflict. En dan alleen maar dingen die in de krant veel besproken zijn. Ik noem maar wat dingen. Er zijn zoveel dingen die je kunt doen met data van de publieke omroepen die nu in kluizen zitten waar mensen met zijn dikke reet op zitten en waar niemand interesse voor heeft en waarbij echt helemaal niets gebeurt. Wat zo zonde is, want het is data die van ons allemaal is, gemaakt is met geld van ons allemaal en waar heel veel interesse in zou kunnen zijn, maar waar niks mee gebeurt omdat er geen goede voorbeelden zijn. Het gekke is, programmamakers zijn super geïnteresseerd hierin. Want als je ze gaat uitleggen wat er allemaal mee zou kunnen, als zij de data die ze bij het maken van hun programma verzamelen ingezet zou worden, wat ermee gedaan zou worden, dan worden ze wild enthousiast. Alleen zij kennen geen developers. En op het moment dat beleidsmakers van de publieke omroep gedwongen worden om hun data vrij te geven, omdat kijkers het verwachten, omdat er goede voorbeelden zijn, en omdat programmamakers zeggen, dit is belangrijk, ik wil dit maken, behalve alleen maar audio en video, dan worden ze gedwongen om er iets mee te doen. Maar het punt is, er moeten wel voorbeelden zijn. Zonder voorbeelden gebeurt er helemaal niks. En daarom zijn jullie heel erg hard nodig om hier iets aan te doen. Dus ik kan maar één ding oproepen en dat is echt uit de grond van mijn hart. Help mee op die dag om mee te doen aan die hackathon. Ga voorbeelden maken die iets doen met data van de publieke omroepen, waarbij jij aan je moeder kan uitleggen waarom het belangrijk is dat dit gebeurt, waardoor je aan programmamakers kan laten zien dit is wat je kan doen, waardoor het veel verder gaat dan alleen maar audio of video maken en waardoor beleidsmakers zich gedwongen gaan voelen om iets te doen met deze data, want uiteindelijk jullie weten waarom dit zo belangrijk is. En ik weet waarom dit zo belangrijk is, alleen de buitenwereld moet dit zich nog even gaan realiseren en je hebt echt de kans om impact te hebben nu. Dus ik hoop dat je meedoet, dat je helpt en dat je je aanmeldt en dan zien we elkaar daar.